eigenlijk komt dat besef dat Duitsland toch iets gruwelijks heeft bedreven, dat besef, dat komt eigenlijk pas in de jaren 60 begint dat zich te ontwikkelen. Dat is deels het gevolg van de publicatie van het dagboek van Anne Frank. En tenslotte natuurlijk wordt dat in de loop van de jaren 60 door een kritische jeugdbeweging wordt dat ook aan de orde gesteld, omdat kinderen, Duitse kinderen, leden van de kritische jeugdbeweging, zullen we maar zeggen, natuurlijk ook hun ouders ter verantwoording roepen. Wat deden jullie? Het verlossen, kunt u mij horen? In deze aflevering hebben wij het over Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. En dat is een podcast die deels vanuit Utrecht komt en deels vanuit Texel. Want dan ben je nog steeds op vakantie. Ja, ik weet niet of we daarvan ook het eind zullen halen. Maar zo niet, dan doen we dat gewoon volgende week. Want ja, Duitsland blijft toch voorlopig liggen waar het ligt. Dus dat zal niet zo fundamenteel veranderen. Want we moeten natuurlijk voor Duitsland na de Tweede Wereldoorlog moeten we eigenlijk helemaal terug naar 1945. Om eens te kijken wat er in 1945, na de capitulatie, 8 mei 1945, wat de toestand van Duitsland feitelijk was. En die was ronduit dramatisch, anders kun je het ook wel niet noemen. Duitsland had ongeveer 7,5 miljoen mensen verloren, waarvan 5,5 miljoen vanwege militaire activiteiten, laten we zeggen gevechtsactiviteiten, 2 miljoen burgers dus ook om het leven gekomen, om aan die 7,5 miljoen te komen. Dan moet je rekenen dat Duitsland direct na de oorlog te maken kreeg met zo'n 10 miljoen Heimatvertriebenen. En in de loop van de jaren na 1945 ook ongeveer 3 miljoen vluchtelingen uit de Russische zone. Want daar komen we aan een ander punt, namelijk dat Duitsland natuurlijk bezet was door de geallieerden. Niet dat Frankrijk veel had bijgedragen aan de Duitse nederlaag, maar toch. Engeland had erop aangedrongen om ook Frankrijk een bezettingszone te geven, in de hoop dat het dan zelf iets minder last zou hebben van het beheren van de eigen bezettingszone, want die zou dan natuurlijk kleiner worden. Ze hoopte ook dat Frankrijk na de oorlog een belangrijke rol op het Europese continent zou spelen. Allemaal heel anders gelopen in allerlei opzichten. En dan natuurlijk een Russische zone, dan moeten mensen maar even op de kaart kijken hoe groot die was. En dan Engelse zone in het noordwesten en Amerikaanse zone in het zuiden en in het zuidoosten. En we kunnen in ieder geval al constateren dat het voor de mensen, de Duitsers in de verschillende zones, wel een enorm voordeel was om in de Amerikaanse zone te wonen. Want die was al heel snel beduidend welvarender dan de andere zones. Er was voordat voor die bezettingszones, jongen, al die tuk-tuk autootjes rijden voorbij. Komen die nieuwe mensen brengen? Of wat zit daarin? Ja, dus voor toeristen, dan kun je zo'n tuk-tuk autootje. Je kunt ook een Solex huren. Ik vraag me toch vaak af, Tom, is het toch niet zo dat een groot deel van de mensen gewoon stapelkrankzinnig is? Als het toch tot je vakantiegenot behoort om op een gehuurde Solex met zo'n brommotortje over Texel te toeren, dan denk je toch, wat is er mis? Ga je even op zo gek dat mensen naar Texel gaan om dan te gaan winkelen in Den Burg en al die marktjes die hier gehouden worden. Je gaat toch naar Texel om te wandelen of om langs de zee te lopen, weet ik veel. Maar nou ja, ik zal er nooit iets van begrijpen, daar komt het de grote trek op neer. Maar nu terug naar Duitsland, dus de bezettingszones, er was een Allied Control Council. Maar eigenlijk was al vrij snel duidelijk dat de verschillende bezetters in hun eigen zone precies gingen doen wat zij vonden dat er gedaan moest worden. Waardoor eigenlijk vanaf het allereerste moment grote verschillen ontstonden tussen het beleid in die verschillende bezettingszones. Laten we eerst kijken naar de Russische bezettingszones. Daar werden ingrijpende economische hervormingen doorgevoerd. Er werd een planeconomie geïntroduceerd en bovendien werd de Russische bezettingszone grondig leeggestolen op het punt van economische apparatuur, productiemiddelen enzovoort. Waardoor eigenlijk die Russische zone al bij voorbaat natuurlijk op achterstand werd gezet op het punt van economische ontwikkeling.
in het Westen was afgesproken, dat moet ik nog even nog zeggen. En in Jalta waren herstelbetalingen afgesproken ten bedrage van $20 miljard om te beginnen. Maar de Engelsen en de Amerikanen waren heel ongelukkig al met die herstelbetalingen, omdat ze bang waren dat de toestand van Duitsland langdurig zodanig zou zijn dat zij eigenlijk voor de herstelbetalingen zouden moeten opdraaien als bezetters, in plaats van de Duitsers die waarschijnlijk geen cent te makken zouden hebben in de eerste paar jaren. Er was ook overeengekomen dat de Russen, de Sovjet-Unie, dat die 25% van de herstelbetalingen uit de westerse zones mocht halen. De Amerikanen zagen al snel natuurlijk dat het met Duitsland ontzettend slecht ging. Ik zal zo nog een aantal punten noemen die daar natuurlijk aan bijdroegen. Dus de Amerikaanse bevelhebber heeft al in het voorjaar van 1946 besloten dat die betalingen in de vorm van productiemiddelen uit de westelijke zones, dat die stopgezet zouden worden. De Russen hadden ook beloofd om voedsel te leveren in ruil voor die machines en dat soort van dingen. En dat hebben ze nooit gedaan. Dus kortom, het wordt al heel snel stilgezet. Want er moet bijgezet worden dat de toestand in Duitsland in die jaren ronduit deplorabel was. Moet natuurlijk ook nog vermelden, niet bij al die doden waar we het over gehad hebben, dat in feite in alle grote Duitse steden het centrum weggebombardeerd was. Hekken is dat het Duitse productieapparaat maar in beperkte mate beschadigd was geraakt in de Tweede Wereldoorlog. Dat het in ieder geval zich relatief snel liet herstellen. En bovendien beschikte Duitsland natuurlijk over een hoogschoolde bevolking en bij herstel over een heel modern productieapparaat. En bovendien een groot deel van de infrastructuur, zeker in de zin dat die onder de grond lag, was door de bombardementen in veel mindere mate beschadigd. Ik zeg dit vast preluderend op natuurlijk het Wirtschaftswunder wat tenslotte Duitsland in de 10 jaren na de Tweede Wereldoorlog tot stand heeft gebracht. Nogmaals, dus die steden die waren, in ieder geval de centra van die steden, die waren zeer ernstig beschadigd. Er zijn tal van journalistieke verslagen van Amerikaanse journalisten die dan na afloop van de oorlog in Duitsland komen kijken en die hebben allemaal als ondertoon: dit is niet meer te herstellen. Dit komt nooit meer goed. Dit is zo erg. Die puinhopen zijn zo verschrikkelijk dat er is niets aan te doen. Als u denkt dat het misschien wel meeviel met de puinhopen, vrijwel elke grote Duitse stad heeft een speciale puinberg. Een puinheuvel. Hè? Dat wil zeggen, daar is alle puin van die binnensteden is op één grote plek neer. We hebben het over gehad, in Nederland zijn die er ook, hè? Oh ja, precies. We hebben het over die puinbergen al gehad. Oké, dan heb je een beetje het idee hoe ernstig dat. In Wageningen, waar ik ben opgegroeid, waren ook puinbergen. Maar je kunt je wel voorstellen dat die journalisten dachten, dit is hopeloos. Hoe moet hier godsnaam een oplossing voor bedacht worden? En aanvankelijk zag het er ook in Duitsland dramatisch slecht uit. In de winter van 1946-47 is op grote schaal honger geleden in Duitsland. Omdat natuurlijk ook die hele infrastructuur, voedselinfrastructuur, ook niet meer functioneerde. En laten we vast iets vooruitlopen op de conclusies. Als je kijkt naar Duitsland, dus zeg maar tussen 45 en 47, dan denk je inderdaad, dit komt nooit meer goed. En uiteindelijk natuurlijk, dat is de enige conclusie die je trekken kunt, is Duitsland, ondanks deze werkelijk gruwelijke start, een gigantisch succes geworden, in het bijzonder natuurlijk ook in economisch opzicht. Want denken ze, als Duitsland niet die groei zou hebben vertoond, 10 miljoen heimatvertriebenen, 3 miljoen mensen gevlucht uit de Russische zone. En dan ook nog niet waar de mensen die de Tweede Wereldoorlog niet overleefd hadden. En desondanks, we zullen zo zien hoe de Duitsers dat in feite tot stand hebben gebracht. En dan was er natuurlijk een punt waar je misschien niet zo direct aan denkt. Dat was dat verleden van het derde Rijk. 12 jaar misdaden op een schaal zoals zelden vertoond zijn. Een misdadig regime van de meest fantastische omvang.
5 miljoen Europese Joden vermoord, fabrieksmatig vermoord, 3 miljoen Russische krijgsgevangenen vermoord, gewoon laten verhongeren. Het was gruwelijk. Het was een verbijsterende geweldsexplosie waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat een min of meer normaal beschaafd land in het hart van Europa zoiets doet als het Derde Rijk heeft gedaan. Dus de restanten van Duitsland, aanvankelijk bezette restanten van Duitsland, zouden ook op enige wijze natuurlijk in het reine moeten zien te komen met het volkomen immorele karakter van het regime van het Derde Rijk. En of zij daar ook zelf, al die Duitsers die het wel overleefd hadden, of zij daar een soort medeverantwoordelijkheid voor hadden, ja dan nee, daar zullen we het ook nog uitgebreid over moeten hebben. Goed, waar waren we? Wacht even, neem even een slokje cola deze keer. Ik kon geen blikjes met water vinden, dus nu heb ik een blikje met cola van mijn vrouw gestolen. Oh, cola zero zo te zien. Oh ja, jij kunt mij zien, dat vergeet ik steeds. Ja, ik kan je zien. Ik zie van jou alleen een soort gele bol met een hoofdje erin, zou ik zeggen. En een nogal dik lichaam eronder. Oh, wat grappig, dat zie ik helemaal niet. Maar dat heb ik bewust even gedaan, omdat dan de verbinding wat stabieler is. Zodat het beeld niet naar jou toegestuurd hoeft omdat, te worden. Om die gele bol, als jij praat, dan komt er om de gele bol een donkergele rand. Die beweegt naar rato van wat jij zegt. Ja, de audio waveform. Ja, kijk, dus nu verhef je de stem. komt er een veel grotere gele ring. En als jij je mond houdt, dan verdwijnt de gele ring. Ja, het functioneert. Het functioneert, absoluut. Goed, nu zitten we dus in Duitsland aan die beginfase, in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. En het grote geluk van Duitsland is geweest in allerlei opzichten dat in die jaren na de Tweede Wereldoorlog de Koude Oorlog begint. Want dat betekende natuurlijk dat de rol van Duitsland een andere, dat Duitsland de oude vijand was en dat er nu een nieuwe, volgens de Amerikanen in allerlei opzichten, nog veel echt gevaarlijker vijand op het wereldtoneel was verschenen, namelijk de Sovjet-Unie, die wel duidelijk had gemaakt dat zij prijs stelde op een omvangrijke invloedssfeer in Oost- en Centraal-Europa en op de Balkan. Dus dat maakte natuurlijk ook dat de positie van Duitsland veranderde van de verschrikkelijke tegenstander in eventueel op termijn een soort van medestander. De Amerikanen begrepen eigenlijk ook wel, want de Amerikanen waren steeds de leidende partij en meestal deden de Engelsen wel mee met wat de Amerikanen wilden. Dus ook al in een vrij vroeg stadium worden de Engelse en de Amerikaanse bezettingszones samengevoegd tot wat heette Bisonia. En zodra Amerika duidelijk maakt dat het wel bereid is om militair aanwezig te blijven in Europa, denk aan het NATO-verdrag wat wordt getekend in april van het jaar 1949, dan zetten ook de Amerikanen de Fransen onder druk, want eigenlijk hadden de Fransen wel een idee, misschien kunnen we in die bezettingszone al een beetje losweken van Duitsland, een beetje gedacht misschien als het Rijnland in de periode na de Eerste Wereldoorlog, maar goed, de Amerikanen zetten de Fransen onder druk en tenslotte ontstaat dan dus Trizonia. In feite zo'n beetje Trizonia is eigenlijk wat later de BRD wordt, de Bundesrepubliek Duitsland. De Amerikanen besluiten tot het zogenaamde Marshallplan. En het is al indicatief dat Duitsland ook iets krijgt uit de pot van het Marshallplan. Dus de ex-vijand krijgt ook iets uit de pot van het Marshallplan. Niet bijzonder veel, maar toch een significant bedrag. En dat niet alleen, de Amerikanen beseffen ook dat het herstel van Europa in economisch opzicht eigenlijk afhankelijk is van het herstel van Duitsland. Omdat Duitsland nu eenmaal de economische zwaargewicht in Europa was en is. Want dat is ondertussen niet fundamenteel veranderd. De Duitse economie is de belangrijkste en de sterkste economie in Europa. En dat zal denk ik voorlopig wel zo blijven. Het bleek bijvoorbeeld dat een groot deel van West-Europa afhankelijk was van de kolenproductie
uit het Ruhrgebied. Maar ja, die lag ook grotendeels op zijn reet. Dus ook die moest hersteld worden. Kortom, nu hebben we dus drie zonia en de Amerikanen beseften, er zit niks anders op dan dat wij Duitsland weer op de been helpen als natie. En dat is wat zij gedaan hebben. In 1948 brengen zij, of liever gezegd, geholpen door de Duitsers zelf, een munthervorming tot stand en de Rijksmark verdwijnt en de D-mark komt op het toneel. En die D-mark, die nieuwe Duitse munt, ja, die is ondertussen natuurlijk ook alweer in de euro opgegaan, maar een beetje, als u een beetje tussen uw wimpers doorkijkt naar zo'n eurobiljetje, dan weet u dat u eigenlijk gewoon naar een D-mark kijkt, omdat die D-mark toen en ook in alle decennia daarna natuurlijk verreweg de belangrijkste en sterkste valuta in Europa was. En die D-mark zorgt er eigenlijk voor dat nou ja, alsof er een soort van elektrische stroom op die dode economie werd gezet. Die economie die begint eigenlijk vrij snel begint die zich te ontwikkelen. En ook gaan de Duitsers dan aan de slag met een nieuwe grondwet, die eigenlijk in allerlei opzichten is gemaakt naar het Amerikaanse voorbeeld, omdat het eigenlijk Duitsland is een bondstaat. Er zijn allerlei länder die vormen samen een federaal georganiseerde bondstaat. Geen statenbond natuurlijk, maar een bondstaat. En aanvankelijk hadden de Duitsers daar, die vonden dat eigenlijk niet zo geweldig, maar uiteindelijk is dat een hele behoorlijke constitutie geworden met een bondsraad die een belangrijke rol speelt, waarin die länder dan een belangrijke rol spelen. Er is ook een soort van federaal hof wat belangrijke uitspraken kan doen. En volgens iedereen is heel erg belangrijk geweest dat in de Bondsdag, dus in het Duitse parlement, is het zo dat als je een motie van wantrouwen indient en je stuurt dus in feite de zittende bondskanselier stuur je weg, dan ben je gehouden grondwettelijk om meteen al een opvolger te presenteren. Dus je kunt niet zeggen van ja, we sturen ze weg en dan moeten we eerst maar eens kijken naar verkiezingen. Nee, je moet meteen een nieuwe bondskanselier in petto hebben. Anders kun je geen motie van wantrouwen indienen. En dat is in de loop der jaren eigenlijk een sterk stabiliserende factor geweest in de Duitse politiek. Die grondwet die wordt tenslotte goedgekeurd in 1949. Daarop volgen de eerste verkiezingen, ook in 1949. En dan tenslotte, nietwaar, start een bondsregering. En er komt ook een nieuwe bondskanselier. En die nieuwe bondskanselier was Konrad Adenauer. Die was op het moment dat die bondskanselier werd, ik moet even rekenen, hij was van 1876, dus 24 plus, zeg maar 50, 4, die was al dik in de 70, die was 73 ongeveer, misschien al wel 74, op het moment dat hij bondskanselier werd. Dus hij werd dat ooit met één stem meerderheid in de toenmalige Bondsdag. En het gerucht is altijd geweest, en ik acht het bepaald niet uitgesloten, dat het Konrad Adenauer's eigen stem was die hem het kanselierschap heeft bezorgd. De algemene verwachting was natuurlijk dat dat kanselierschap van Konrad Adenauer, dat niet zo heel lang zou duren en ook in die zin een beetje voor de toekomst de zaken openhield. Daar bleek men zich grondig in vergist te hebben. Want Konrad Adenauer heeft er gezeten van de herfst van 1949 tot 1963. Dus in totaal is hij 14 jaar bondskanselier geweest. En nou ja, je hoort tegenwoordig dat mensen die ouder dan 60 zijn sowieso allemaal zouden moeten worden opgeborgen. Of zouden moeten worden voorzien van de pil van Drion. Als er nou één bewijs is voor het feit dat je ook als hoogbejaarde een hele geslepen, verstandige politieke leider kunt zijn, dan was het wel Konrad Adenauer. Het was ook wel, er is ook wel gezegd, het was eigenlijk een kanseliersysteem in de jaren 50. Konrad Adenauer was de dominante politieke kracht in de vroege Bondsrepubliek. En hij was in allerlei opzichten een ideale figuur in die vroege Bondsrepubliek. Konrad Adenauer was namelijk afkomstig uit het Rijnland.
En Konrad Adenauer had geen hoge pet op van de Pruisische elementen in de Duitse geschiedenis. Konrad Adenauer was ook een enorm warm voorstander van de integratie van de restanten van Duitsland, want daar moet je natuurlijk toch van spreken, de BRD. En kijkt u even op de kaart en u ziet eigenlijk het gewoon het westelijke en zuidelijke stuk van het voormalige Duitsland, want nou ja, de DDR, de Sovjetzone was eigenlijk verdwenen uit het pakket Duitsland. En vergeet ook niet, dat heb ik nog niet vermeld, dat Silesië was in Poolse handen geraakt en Oost-Pruisen was in deels in Poolse, deels in Russische handen geraakt. Dus een grote delen van het vooroorlogse Duitsland behoorden niet meer tot het soevereine Duitsland. Wel nu, Adenauer die treedt dus aan als bondskanselier. En eigenlijk begint dan al duidelijk te worden, we zitten nu in het najaar van 1949. In 1950 begint de Koreaanse oorlog. En de Amerikanen zijn er vast van overtuigd, naar mijn idee grotendeels ten onrechte, dat de Koreaanse oorlog eigenlijk de eerste stap was van het wereldcommunisme geleid vanuit Moskou naar de wereldheerschappij. U weet, de fictie van hun wereldheerschappij, van wie dat ook, heeft eigenlijk voortdurend en speelt tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in ons denken over de politiek in deze wereld. Want de Amerikanen zijn er nu vast van overtuigd dat het huidige communistische China streeft naar de wereldheerschappij. Mij lijkt dat kletskoek, dat wil ik nog wel eens omstandig uitleggen waarom dat mij kletskoek toelijkt. Maar Amerikanen zijn niet af te brengen van het idee dat andere landen steeds streven naar de wereldheerschappij. Gek genoeg, als er nou één land is geweest na de Tweede Wereldoorlog waarbij je eventueel zou kunnen spreken van een soort wereldheerschappij, dan zijn het nou juist de Verenigde Staten zelf. Dus die zien eigenlijk hun eigen positie dan steeds potentieel aangetast. Maar zij zijn natuurlijk tussen 45 en nou ja, weet ik veel, nog wel het begin van deze eeuw sowieso, zijn de Amerikanen toch bij uitstek de meest dominante en sterkste natie geweest. Zowel in soft power, je hebt het over Donald Duck, over hard power, het Amerikaanse militaire apparaat, maar zij zijn dat geweest. Maar goed, ook nu waren ze ervan overtuigd, dit gaat helemaal fout. We moeten op enige wijze moeten we die communistische agressie een halt toeroepen. En zij vonden ook dat West-Europa, want als communistische agressie in Azië een succes zou worden, dan dachten ze dat ook West-Europa ten slachtoffer zou kunnen vallen. De Amerikanen waren ook steeds heel bang dat het arme West-Europa waar op de communisten zou gaan stemmen. Daar was eigenlijk relatief weinig kans op dat de communisten een meerderheid zouden verwerven. Al moet ik zeggen, kijk naar Nederland. Daar is toch een periode geweest dat de communisten zo'n 10% van het electoraat hadden. Dat leidde tot 10% van het aantal Kamerleden. Het aantal Kamerleden was toen 100. Dat is pas later in de jaren 50, 150 geworden in Nederland. En zo is alle reden om dat ook verder uit te breiden. We hebben relatief een heel beperkt aantal volksvertegenwoordigers gezien onze sterk gegroeide bevolking. Dus de communisten hadden ooit 10 Kamerleden. Maar oké, veel meer hadden ze bijna niet. Ik zie nu, Tom. Ja? Ik heb een paniekbericht, batterij bijna leeg. Oké. Okay. Ik heb nog maar 20% batterijlading over. Oh, maar dat is best nog wel veel hoor. Ja, ja? 20% is nog best veel. Want dan kan zijn dat die ineens ophoudt en dan kan ik natuurlijk niet verder. Hoeveel was die helemaal opgeladen toen we begonnen? Ja, ik had hem helemaal opgeladen. Speciaal voor deze werkzaamheden natuurlijk. Oké, okay. Nou ja, dan weet je dus dat ik ineens uit de ether kan verdwijnen. Ja, hè? Ja, maar hij gaat. Kijk, je krijgt zo meteen sowieso nog een melding als hij op 10% staat. Dus, oké, okay, nou dan ga ik daarna ook nog maar door. Dan moet jij hem straks, als ik dus verder niet meer verder kan, dan moet jij voor een passende afsluiting zorgen. Ja, dat is goed. Nou, ik doe mijn best. Ik ga er maar even door en dan zien we wel hoe dit toneelstuk afloopt. Je ziet dat zo'n iPhone ook zijn beperkingen heeft, want hij was 100% vol toen ik begon met dit betoog.
Waar waren we gebleven? Duitsland is ondertussen toch een natie geworden. Zij het nog steeds wel een bezette natie. Dat wil zeggen, als het puntje bij paaltje kwam, hadden de geallieerden in de BRD, ik zie even af van de Sovjetzone, waar natuurlijk sprake was van een dictatoriale situatie, omdat daar de SPD, de Socialistische Partij, opgegaan was in de SED, Socialistische Eenheidspartij, Duitsland, die in feite natuurlijk het creatuur was van de Sovjet-Unie en van de Sovjet-bezetters. Ik moet er nog bij zeggen dat Adenauer, had ik natuurlijk nog niet verteld, was een politiek leider van de CDU, een christendemocratische unie, die samenwerkte met de CSU. Dat was een vergelijkbare partij, maar dan uit Beieren, die altijd een enigszins afwijkend standpunt innam, maar die CDU en CSU samen waren toch zeer dominant aanwezig. Dat kwam ook omdat de SPD aanvankelijk eigenlijk een uitgesproken socialistische oppositiepartij was. Ook vanuit denken, vanuit nog een marxistisch en radicaal kader. In allerlei opzichten waren de SPD'ers, die waren ook van tegen van allerlei zaken. En pas in de late jaren 50 heeft de SPD zichzelf grondig hervormd tot een normale sociaal-democratische partij. En dan zien we ook dat de SPD in de jaren 60 gewoon coalities kan vormen met de CDU. Of zelfs tenslotte zelf een tijdelijk een dominante partij kan worden. Het is duidelijk dat de Amerikanen eigenlijk waarschijnlijk al in de loop van 1949, maar zeker in 1950 vanwege de Koreaanse oorlog, hebben besloten dat Duitsland opnieuw bewapend zou moeten worden. Omdat je natuurlijk eens even bekijkt hoe Europa in elkaar zit. En als je even kijkt wat de feiten, de strategische positie van Duitsland in Europa is, dan zul je zien dat natuurlijk West-Europa niet te verdedigen valt wanneer op enige wijze de Duitsers daar niet een belangrijke partij in kunnen zijn. En zo is het ook gegaan. De Amerikanen konden eigenlijk in het najaar van 50 aan denken om in Europa. Duitsland moet worden herbewapend, want anders kunnen we Europa niet verdedigen. U zult misschien zeggen, ja, hoe zat het dan met die NATO? Die NATO is eigenlijk pas na en door de Koreaanse oorlog een serieus militair apparaat geworden. U begrijpt, de Fransen en trouwens ook tal van andere Europeanen zeggen, dit is toch wel echt de limit. En we hebben die Duitsers, die hebben die oorlog verloren, dat is potverdomme nog geen 5 jaar geleden. En nou moet Duitsland alweer herbewapend worden. Daar voelen we echt helemaal niets voor. En dat leidt dan tot politieke strijd in West-Europa, in het bijzonder in Frankrijk. Frankrijk vindt het volstrekt onacceptabel. Duitsland mag dan wel herbewapend worden, maar dan moeten Duitse eenheden, zegt Frankrijk, eigenlijk het onderdeel zijn van een gemeenschappelijk Europees defensieapparaat. Altijd in kleinere eenheden, zodat die Duitsers niet opnieuw militair machtig kunnen worden. We zullen zo ook even aandacht besteden aan de economische kant van deze zaak. Het idee was om een soort collectief Europees militair apparaat te maken, waarin dan vanzelfsprekend de Fransen dominant zouden zijn. Het gekke is dat uiteindelijk de Franse volksvertegenwoordiging een dergelijk voorstel heeft afgestemd in 1954, als ik het wel heb. Ondertussen waren in Frankrijk de politieke verhoudingen veranderd en het Franse parlement zag er niks meer in. En dan zeggen de Amerikanen en ook de anderen in Europa, nou ja, jullie hebben je kans gehad. Dan maken wij Duitsland gewoon lid van de NATO. En zo is ook geschied. In 1955 wordt Duitsland gewoon lid van de NATO. Dan moet er natuurlijk nog wel, daar hebben ze jaren over gedaan, een nieuwe Bundeswehr wordt opgebouwd, maar dat is gebeurd. Deels onder leiding van de succesvolle generaals van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Want iedereen was er wel van overtuigd dat de Wehrmacht een betrekkelijk succesvol gevechtsinstrument was geweest. Al had het dan tenslotte de oorlog verloren. Maar ja, dat lag ook een beetje aan het feit dat toen zo'n beetje iedereen zich gezamenlijk tegen de Duitsers vocht. Niet waar? Zowel de Sovjet-Unie als Engeland als de Verenigde Staten. Nou ja, dan viel er ook niet meer te winnen vanzelfsprekend. Dus ja,
In 1955, bij het is, de NATO was dus al gesticht in 1949, maar in 1955 werd het Duitse lidmaatschap afgerond. En eigenlijk is vanaf dat moment, 1955, is Duitsland een volwaardige natie geworden. Ze waren, de bezetters hadden nog wel allerlei voorrechten, toezichthoudende functies, maar in feite was Duitsland vanaf 1955 een normaal onderdeel geworden van het Westers bondgenootschap en van de westerse familie van naties, laat maar zo zeggen. En daarmee was natuurlijk een van de allereerste wensen van Konrad Adenauer was gerealiseerd, dat Duitsland geïntegreerd was in dat westerse bondgenootschap. En waarmee eigenlijk de nadruk lag op West-Duitsland. Dat was ook net precies wat Adenauer graag wilde dat het geval zou zijn. Nu even de economische kant van de zaak. Ik heb al gezegd dat naar aanleiding van de introductie van de D-mark dus in 1948 die West-Duitse economie als het ware geëlektrificeerd is en begint aan een ongekende economische startontwikkeling. Het was ongelooflijk. Overigens, Stalin voelde zich buitengesloten. Die voelde natuurlijk maar weinig hoop voor die D-mark. Die begreep ook wel dat daarmee zijn mogelijke greep op het westelijke deel van Duitsland, en denk even aan de Allied Control Council, sowieso wel opgegeven kon worden. En heeft toen geantwoord met de bekende blokkade van Berlijn. Dat is toch wel nuttig om nog even te vermelden. Want een jaar lang hebben de Russen alle toegang over de weg en over het water naar Berlijn geblokkeerd. Dat konden ze doen omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog wel afspraken waren gemaakt over de toegang tot de verschillende bezettingszones. Dat die heel helder waren op het punt van het vliegverkeer, merkwaardig genoeg. Maar dat niet, dat was niet het geval voor het weg- en waterverkeer. En Berlijn lag natuurlijk als een soort van eiland. Berlijn had ook 4 bezettingszones. Berlijn lag als een soort van eiland midden in de Sovjetzone. En ja, wat precies de ambities van Stalin zijn geweest met die blokkade, blijft een beetje duister. Wilde die Berlijn sowieso opruimen, had een soort van pijnpunt weg ermee. Wilde die eigenlijk de geallieerden weer terugdrijven naar de onderhandelingstafel om daar te gaan praten over hoe het verder economisch zou moeten gaan in Duitsland. Dat blijft duister. Feitelijk is dat de westelijke geallieerden hebben gereageerd met een luchtbrug. En die zijn erin geslaagd om een heel jaar lang een stad van 2 miljoen inwoners op adequate wijze te bevoorraden. Dat is gebeurd en tenslotte haalt Stalin bakzeil. Hij begrijpt dat hij verloren heeft. Berlijn zal blijven wat het is. En gedurende de hele Koude Oorlog ook is gebleven. Een eiland in de Russische bezettingszone. Waar de Russen toch maar liever niet aan wilden komen. Daarmee was natuurlijk eigenlijk nogmaals bevestigd dat die nieuwe orde van Duitsland, dat daar de Russen verder niet meer zoveel aan konden doen. En dat ze de narigheid vooral moesten beperken tot hun eigen bezettingszone. Want die hele ontwikkeling die ik geschetst heb, waarbij West-Duitsland eigenlijk een nieuwe natie werd, met een nieuwe grondwet, een nieuwe bondskanselier, en tenslotte zelfs niet waar geïntegreerd werd in het westerse alliantiesysteem, en geaccepteerd werd als een nu fatsoenlijke en eventueel acceptabele natie. Dat hele proces wordt gespiegeld in de ontwikkeling van de Sovjetzone. Ook daar zie je, daar komt de grondwet, maar goed, daar kon je niet echt kiezen, dat was al vrij snel duidelijk. Daar was één enkele dominante partij, dat was die SED. Als Duitsland dan lid wordt van de NATO, dan richtte de Sovjet-Unie het Warschau-pact op. En dan wordt het volksleger van de DDR, dat wordt de Duitse Democratische Republiek, dat wordt een onderdeel van dat Warschau-pact. Dus ze doen precies wat in het Westen ook gebeurde. Alleen moet je er eerlijkheidshalve bij zeggen dat natuurlijk economisch gesproken de DDR, de Russische bezettingszone, vanaf het allereerste moment volstrekt kansloos is geweest. En
dat natuurlijk juist het West-Duitsland natuurlijk ook de gelegenheid kreeg om op grote schaal gebruik te maken van een omvangrijke Europese markt. Overigens ook op het punt van de Duitse industrie hadden de Amerikanen al snel besloten die moest hersteld worden. Want zonder de Duitse industrie en zeker zonder de Duitse zware industrie zou ook de West-Europa economisch niet weer op het paard getild kunnen worden. Ook daar maakten de Fransen ingrijpend bezwaar tegen. Ja, als die Duitse zware industrie weer op de been werd geholpen, dan was het maar afwachten wat die Duitsers daar dan mee zouden gaan doen. Overigens heel veel mensen, niet alleen de Fransen, ook Stalin dacht dat de Duitsers binnen 20 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog weer een oorlog zouden beginnen. En dat is natuurlijk wat je verder van het huidige Duitsland mogen denken. Wat je verder mogen denken van Scholz en Angela Merkel. Maar de kans dat de Duitse panzerdivisies op enige wijze weer in beweging zullen komen. Ze hebben al moeite om met die tanks te leveren aan de Oekraïne. Dat is duidelijk dat Duitsland is als ambitieuze natie, als expansieve natie eigenlijk een uitgebluste vulkaan. Tenminste, ik denk dat dat zo is. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat dat nog onder zou kunnen veranderen. Misschien ook dat daar altijd nog op de achtergrond dat die onbeschrijfelijke gruwelijkheid van dat nazi-verleden, dat dat toch een, hoe je er nou ook over nadenkt, het is raadselachtig dat een Europese natie waar misschien sommige dingen niet geweldig in orde waren, of die misschien een autocratische traditie had, maar dat een natie een dergelijke explosie van immoraliteit en geweld kan vertonen, dat blijft toch een hoogst eigenaardige zaak. Dus ja, de DDR heeft altijd op afstand gestaan. Als u wil weten waarom de Trabant zo'n ongelukkig grote wagentje was en de VW-kever eigenlijk een vrij succesvol product, al was die heel snel verouderd na de Tweede Wereldoorlog, dan ligt dat ook aan het feit dat de DDR al productietechnisch leeggestolen was door de Russen, terwijl natuurlijk de grote Volkswagenfabriek in Wolfsburg al door in de jaren 30 was voorzien van de allermodernste Amerikaanse machines. Maar om die angsten van de Fransen, nu komt er weer een groepje motorrijders in club voorbij. Waarom moeten mensen toch altijd dingen in een club gaan doen? In een club gaan motorrijden. Nu komen er nog mensen voorbij met van die fietsen, met van die dikke banden. Het is werkelijk, jongen, het toeristisch Nederland, je staat er verbaasd over. Ik ben toch afgeleid door het gebom van buiten. Het is toch wat, dan ga je naar Texel met vakantie en dan huur je daar eens een motorfietsje of een fiets met dikke banden om te gaan rondrijden. Je kunt hier fantastisch wandelen en dat is, nou, ik heb al meerdere forse wandelingen gemaakt waarop je geen kip ziet. Hoe druk het ook is in de dorpen, op de wandeling zie je geen kip. Blijft een raadsel, want gelukkig is het sober. Ja, ik had het over die Franse angsten voor het herstel van de Duitse zware industrie. Even een slokje. En dat probleem is ook aangepakt, want nu was het idee eigenlijk om dat in Europa als geheel te regelen, waarbij een soort van Europees regime zou komen voor de zware industrie. En wat is dat? De geschoolde luisteraar heeft al zitten denken, dat is natuurlijk de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De EGKS. En zo is het, dat is de EGKS. En u begrijpt dat die EGKS ook uiteindelijk een van de startpunten is geweest voor verdergaande Europese samenwerking. En dat klopt, want in 1957 is men gaan vergaderen natuurlijk over een Europees marktsysteem, de EEG, Europese Economische Gemeenschap. En die is ook tot stand gekomen en die begint te functioneren op 1 van januari 1958 en zoals we alle weten is dat ook een ongekend succes geworden. Een van de grote succesnummers natuurlijk van het zich herstellende Europa. Want ondertussen had de Duitse economie zich tussen 1948, ging met die D-mark, en 1955 ronduit stormachtig ontwikkeld. De Duitse productie
was in 1955 alweer veel groter dan... De West-Duitse productie was veel groter dan de productie van het veel grotere Duitsland van voor de Tweede Wereldoorlog ooit was geweest. Het was werkelijk een wonder. Vandaar het Wirtschaftswunder. Niet waar? Duitsland was in no time, was Duitsland weer een van de rijkere en economisch succesvolle landen in Europa. En dat was dus te wijten aan het feit dat eigenlijk het productieapparaat maar in beperkte mate beschadigd was geraakt, dat er natuurlijk een hooggeschoolde bevolking was. Het Duitse universitaire systeem was in allerlei opzichten, zeker toen en zeker voor de oorlog nog, het beste universitaire systeem ter wereld. Dus ja, Duitsland had zich eigenlijk al in de jaren 50 ontwikkeld tot een ongekend succes. Daarmee moeten we natuurlijk ook iets zeggen over de wijze waarop de Duitsers omgegaan zijn met dat gruwelijke verleden wat ik nu al meerdere malen te sprake heb gebracht. Adenauer heeft, de Bondsrepubliek heeft een beperkte amnestieregeling al heel snel aangenomen dat de kleine nazi's zouden niet vervolgd worden. Maar als we over de hele zaak onze blik slaan van wat eigenlijk de Duitsers dachten of zouden hebben moeten denken over die ongelooflijke ontsporing van geweld tussen 33 en 45. Dan moet je zeggen eigenlijk dat zeker in de jaren 40 en 50 en tot het begin van de jaren 60, dat men er eigenlijk helemaal niet over na wilde denken. Veel Duitsers hadden het gevoel, het was allemaal de schuld van Hitler en de kring om Hitler heen, die lui die daar allemaal berecht zijn, in Nuremberg, natuurlijk een keer na de oorlog, in de Nuremberg processen. En verder was het de schuld van de SS en van de Gestapo, maar de modale Duitsers die konden eigenlijk niks aan doen. En eigenlijk was de modale Duitser die was ook een slachtoffer geweest van de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder ook natuurlijk vanwege de zeer omvangrijke geallieerde bombardementen op eigenlijk vrijwel alle Duitse steden van enige betekenis. Dus en je ziet eigenlijk in die eerste 15 jaar na de oorlog, zeker ja, ruim 15 jaar na de oorlog, zie je dat Duitsland zijn morele schuld ontloopt. Dat de meeste Duitsers daar eigenlijk helemaal niet over na willen denken, zich volledig concentreren op het economisch herstel en natuurlijk ook heel tevreden zijn over het economisch herstel. Eigenlijk komt dat besef dat Duitsland toch iets gruwelijks heeft bedreven, dat besef dat komt eigenlijk pas in de jaren 60 begint dat zich te ontwikkelen. Dat is deels het gevolg van de publicatie van het dagboek van Anne Frank. Dat is ook deels het gevolg van hele goede documentaires op de Duitse tv over wat het Duitse Rijk, het Derde Rijk, tot stand had gebracht in negatieve zin. En tenslotte natuurlijk wordt dat in de loop van de jaren 60 door een kritische jeugdbeweging wordt dat ook aan de orde gesteld omdat kinderen, Duitse kinderen, leden van de kritische jeugdbeweging zullen maar zeggen natuurlijk ook hun ouders ter verantwoording roepen wat deden jullie tussen 33 en 45 of eventueel grote ouders, wat zijn jullie verantwoordelijkheden geweest tussen 33 en 45. Ook ten aanzien natuurlijk van de moord op de Joden werd, ja, dat ze hadden het niet geweten en ze wisten er niks van. Alle onderzoek maakt duidelijk dat honderdduizenden mensen betrokken zijn geweest bij de moord op de Europese Joden. Met het verzamelen op transportstellen en vermoorden, de hele bliksemse boel. Dus ook daar probeerde men zich af te maken van de last van de morele verantwoordelijkheid. Overigens heeft Adenauer veel gedaan aan de zogenaamde Wiedergutmachung. Dat wil zeggen, hij is met allerlei landen in gesprek gegaan, ook met Israël, ook met Nederland, over wat de Duitsers eventueel aan een soort van herstelbetalingen zouden kunnen doen aan die landen. Nederland heeft, ik dacht in 1963, een definitief akkoord gesloten met de Duitsers over de Wiedergutmachung. Er was veel kritiek in Israël, maar ook in Duitsland over de gesprekken met Israël. Maar die zijn tenslotte toch tot een goed einde gebracht. Nou ja, daarmee kun je dus stellen dat afgezien van het ontlopen van de morele verantwoordelijkheid in
die hele regeringsperiode van Konrad Adenauer eigenlijk een enorm succes is geweest. Ik moet daar nog bij zeggen dat hij aan het eind dingen heeft gedaan die althans een deel van de Bondsdag, een deel van de politici, en niet volledig met hem eens was. En dat was zijn intensieve toenadering tot Frankrijk. En die was eigenlijk begonnen met het aan de macht komen van Charles de Gaulle in Frankrijk in 1958. En die twee oude bazen, die bleken fantastisch met elkaar op te kunnen schieten. De Gaulle dacht, het is handig om een intensieve relatie met Duitsland te onderhouden. Want omdat Duitsland toch zijn snavel moet houden vanwege het Derde Rijk, ben ik daar toch in feite de dominante partij. Dus de Gaulle hoopte ook Engeland buiten de Europese markt te kunnen houden. Kortom, hoopte Duitsland misschien ook ten dele iets losser te laten staan ten opzichte van de Verenigde Staten, die natuurlijk in allerlei opzichten toch de leidende natie was als het om Duitsland ging in die jaren. En tenslotte vond een deel van de Duitse politici dat Adenauer daar wel erg ver in was gegaan in die toenadering tot Frankrijk. En dat luidde eigenlijk stap voor stap in het haast onvermijdelijke afscheid van Adenauer, die natuurlijk ondertussen, ik moet even doorrekenen, in 1960 was hij 84. Hij is tenslotte afgezwaaid in 63, dus toen was hij 87. Stel je voor dat Timmermans minister-president wordt, die is nu 62. Dus dan zou hij nog eens even kijken, 84, nog 22 jaar. Ja, ik zeg dit vooral om heel rechts Nederland het dak op te jagen. Moet je me eens voorstellen dat Timmermans tot zijn 84ste eventueel minister-president in Nederland zou kunnen blijven. Is dat niet een aardig idee? Trouwens, we hebben in Amerika een president die is een jaar ouder dan ik. Dus reken maar uit, ik word dit jaar 80. Dus hij wordt 81. Of is het al nog een jaar erbij? Dus nog 5 jaar met een tweede termijn erbij. Dan zou hij ook 86 zijn. Maar u ziet, kijk naar Konrad Adenauer. Kijk eventueel naar Churchill. Die was in zijn nadagen minder succesvol dan Adenauer. Misschien vraagt u zich af, waar kwam Adenauer eigenlijk vandaan? Wat was het voor iemand? Hij was de voormalige burgemeester van Keulen. Dus hij had wel degelijk bestuurlijke ervaring. En het was een ongelooflijk geslepen vos in zijn beste jaren. Zoals gezegd, zijn toenadering tot Frankrijk ging wel heel ver. Veel mensen voelden dat dat bedreiging was voor de intensieve betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de Verenigde Staten. En dat kweekte eigenlijk twijfel aan, laten we zeggen, het beleid van Adenauer. Daar kwam nog een crisis bij en dat is de fameuze Spiegelcrisis. En dat was weer gekoppeld aan een Beierse politicus, Franz Josef Strauß, die was minister van Defensie. En de Spiegel, nog steeds een heel prominent Duits tijdschrift. Iedereen zal de Spiegel wel eens hebben gezien. Nee, ik moet niet oudwalen met anekdotiek, dus dat gaan we niet doen. Hoe verleidelijk dit ook eventueel in dit geval zou kunnen zijn. Maar goed, de Spiegel had geschreven dat die Bundeswehr, die Strauß op de been had gebracht, dat daar van alles en nog wat aan ontbrak en dat het helemaal niet ging zoals het zou moeten gaan. En nou ja, Strauß had toch al het gevoel dat zij hem altijd te pakken wilden nemen. Spiegel was ook betrekkelijk linkser georiënteerd in allerlei opzichten. En dat leidt er dan toe dat Strauß met toestemming van Adenauer overigens het besluit om de Spiegel keihard aan te pakken. Dus de bureaus van het tijdschrift die werden, ik geloof uit in Hamburg, als ik het me goed herinner, werden bezet. De hoofdredacteur, en hoe heet het ook weer, Augustin geloof ik, die wordt gearresteerd. En nou ja, eigenlijk bleek natuurlijk dat de overheid deze ontsporing van machtspolitiek helemaal niet kon verantwoorden. En dat afscheid van Strauß treedt af als minister van Defensie. Strauß is veel later nog eens teruggekomen als kandidaat van CDU-CSU voor het Duitse kanselierschap, maar daar is toen helemaal niets van
terechtgekomen. Maar ook Adenauer was beschadigd geraakt in deze Spiegelaffaire. En dat leidt er tenslotte toe dat Adenauer in 1963 verdwijnt. Maar goed, toen had hij toch 14 fantastische jaren achter de rug. En zonder twijfel, niet waar, was Adenauer een geschenk van de geschiedenis voor Duitsland. Want dat is wel iets wonderlijks. Ik geloof dat ik wel eens eerder iets over gezegd heb. Niet waar, de ongelooflijke pech die Duitsland heeft gehad met zijn politieke leiding tot aan de Tweede Wereldoorlog en inclusief de Tweede Wereldoorlog. En dat daarna, niet waar, krijg je eigenlijk een hele reeks van kanseliers, niet allemaal even bekwaam, maar toch, er zitten er een paar bij die het echt voortreffelijk gedaan hebben. En dan heeft Duitsland plotseling wel voortreffelijke politieke leiders. In het bijzonder dus, we hebben het nu uitgebreid over gehad, Konrad Adenauer. Ik zal zo even, de batterij is nu bijna leeg, Tom. In de energiebesparingsmodus is begonnen. Oké, en dan zal die nu op 10% staan, denk ik. Nou, dat zegt hij niet. Ik moet hem sluiten en dan begint hij met de besparingsmodus. Oké. Dan lijkt het mij het handigste dat ik nu toch het verhaal even afsluit. En dat ik dan de volgende keer met dat Duitsland doorga. Oh, bij het batterijtje, daar heeft hij een heel dun rood streepje. Hij heeft nog 9%. Wat ik nu ga doen is even afronden. Ja? Dat wil zeggen, Konrad Adenauer verdwijnt. Ik heb al erop gewezen hoe nuttig de Duitse leiders zijn geweest na de Tweede Wereldoorlog. Konrad Adenauer verdwijnt, dan wordt hij vervangen door Erhard. Zijn minister van Economische Zaken, heel succesvol geweest, maar die doet het niet goed als kanselier. En dan na 3 jaar verdwijnt Erhard en komt er Kurt Georg Kiesinger. En dat is een grote coalitie. Die duurt ook weer 3 jaar, maar daarin verschijnt Willy Brandt als minister van Buitenlandse Zaken. En daarmee wordt in allerlei opzichten een nieuwe richting gestart. En daarmee wou ik dan nu dit stuk stoppen. Duitsland is ondertussen een zeer succesvolle natie geworden, geïntegreerd in de Westerse bondgenootschappen. Economisch ongelooflijk succesvol. Dus we stoppen hier. En dan moeten we volgende week gaan we door met Willy Brandt tenslotte kanselier wordt. En in feite ook een hele nieuwe koers inzet ten aanzien van het arme Oost-Duitsland. Die arme DDR. Maar ik denk dat we hier wel nuttig even kunnen stoppen. Als je deel 2 ook wil luisteren, abonneer je dan op deze podcast. Want dan krijg je helemaal vanzelf een seintje als die nieuwe aflevering live staat. Wat ik nu ga doen is even afronden. Als je ze vraagt wie vindt u de belangrijkste president van de laatste 100 jaar. Dat ze dan al de neiging hebben om een van de laatste 3-4 presidenten waar ze er iets van kunnen herinneren om die te noemen. Een gloednieuw luisterboek. Maarten van Rossum over de Amerikaanse presidenten. Met als gevolg dat als je het nu vraagt dat mensen ook zeggen dat misschien Clinton wel een geweldige president was. Niet slecht, maar niks bijzonders zou ik zeggen. Een luisterboek van bijna 5 uur lang. Download het luisterboek nu via de link in de show notes. En in de podcast Sea Level gaat het over de kwantumrevolutie. Na AI krijgen we de kwantumrevolutie. En wat dat betekent voor jouw leven hoor je in de podcast Sea Level. De link staat in de show notes.